Leden van het bondsbestuur bij de brandweer staan niet meer op één lijn met bondsvoorzitter John Seedorf. Vandaag hebben deze leden een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Dit besluit is volgens Joël Panka, secretaris Algemene Zaken, genomen nadat de bondsvoorzitter meerdere malen heeft geweigerd verantwoording af te leggen over onder andere de financiële middelen van de bond. Panka zegt verder dat de bestuursleden de voorzitter om rekenschap hebben gevraagd. De reactie was dat hij geprobeerd heeft hen te schorsen. Echter is dat volgens de statuten niet mogelijk. Errol Narayan, secretaris interne en externe zaken, zegt dat transparantie nu zoek is binnen het bondsbestuur. Dus één, de statuten praten niet meer over schorsing. Dus daar alleen zie je dat het een handeling is in strijd met de statuten. Twee, de redenen die door hem zijn aangegeven, die verwijzen naar wanneer een lid en ook de voorzitter gereëerd mag worden. Maar wij zijn overtuigd dat we ons niet meer schuldig hebben gemaakt aan die handelingen. Wij gingen voor transparantie, eerlijkheid, oprechtheid, behoorlijk bestuur. Die dingen zijn zoek. En als wij dan nu de leden informeren, dan heb je dat met zaken naar ons toekomt van ja, wij hitsen mensen op, wij hitsen leden op. Terwijl het recht is van elk lid om te weten hoe het in elkaar zit met haar of zijn vakorganisatie. Want op den duur zijn het de leden die ons daar hebben geplaatst. Zij hebben voor ons gekozen en ze hebben niet gekozen om gemanipuleerd te worden, om bedrogen uit te komen. Daarvoor hebben we niet gestreden. Volgens Narayan is de rekening van de bond nu helemaal kaal geplukt. Middels bewijzen toont hij aan hoe de gelden van de bond zijn opgemaakt. April hebben we een saldo van 144.000 overgenomen van het vorig bestuur. En als we in oktober gaan checken, dan zien we een saldo van 180 SRD. De vraag is, waar is het geld naartoe? Daarnaast wordt er elke maand rond de 25.000 aan contributiegelden gestort. Dus een optelsommetje zou heel snel op iets van dichtbij 250.000-300.000 komen. Wat is er met het geld gebeurd? Wij moeten toegeven, de voorzitter, hij gaat heel wat te verklaren hebben. En als jullie willen zien, ik hoop dat het duidelijk zal zijn. Ik zal wel de opnames door de personen die gaan lichten niet laten zien, maar ik kan wel prijs geven. Niet leden, vrienden, familieleden die niet bij de brandweer zitten. Dus vraag ik me af, is dat ding van hun of is het van iets van de vakorganisatie? Errol Narayan, secretaris interne en externe zaken. De bond heeft een verzoek aan de voorzitter gericht een spoedvergadering te beleggen. Hij zou zo klaarheid in deze zaak kunnen brengen. Hiervoor is er een ultimatum van 2 weken aan de voorzitter gegeven.